De afgelopen week was er veel te doen rond privacy op het internet. Bij de jeugdbeweging is er een discussie of foto's online mogen komen. De Casa Roigem maakt duidelijk afspraken bij de start van het nieuwe werkjaar. We hebben daar eigenlijk over nagedacht binnen Roigem zelf. En we hebben daar eigenlijk op ons inschrijvingsformulier, omdat de scholen dat ook doen, een clausule voor ingestoken met de vraag of dat wij dus foto's van de jongens van deze KSA Roigem op het internet zouden mogen plaatsen. En dus als zij zeggen nee, dan selecteren wij daarin en halen wij die foto eruit. Als ze zeggen ja, dan plaatsen wij gewoon die foto's eigenlijk op internet. Bij minderjarige jongeren beslissen de ouders over het privacyrecht. Maar als ze daar nu zelf mochten over kiezen, willen ze dan zelf op het internet staan? Dat zou leuk zijn, ja. Dat mensen meer weten over de KSA en dat ze er meer in komen. Dat zou ik wel leuk vinden. Of ja, dat hebben ze al eerder gedaan. Welke foto's maken ze dan juist tijdens de activiteiten? Hoe dat je speelt en al, welke activiteiten en zo dat je doet. Foto's mogen dan wel online komen te staan, maar waar trek je nu de grens? Op Facebook kan je in taggen, hè, dat is een groter bereik onmiddellijk. Op de website is het al misschien een stapje moeilijker om die zomaar te vinden. Ook kiezen staan we online, we hebben daar toestemming voor gevraagd, maar ik denk dat het belangrijk is als jeugdbeweging dat je probeert zoveel mogelijk eerst en vooral je Facebookpagina te beschermen, dus die foto's daar misschien wat beperkt te houden, een goed beleid naar de ouders te hebben en dan jezelf eigenlijk, je leiders ook eigenlijk enigszins in te dekken. Wil je meer weten over privacy bij de jeugdbeweging? Lees dan het artikel op www.allesoverjeugd.be.